Ik ben broeder Thomas Volkers. Ik ben 41 jaar. Ik ben geboren hier in de wijk Assendorp, tegen de binnenstad van Zwolle aan. Ik ben geboren uit een niet-katholiek gezin. Mijn ouders woonden vlakbij de Sint-Jozefkerk, dat is hier een paar honderd meter verderop. En onze buren die waren wel katholiek en gingen iedere zondag of zaterdagavond naar de kerk. En ik was als klein jochie heel erg nieuwsgierig wat er toch gebeurde in dat hele grote gebouw met die toren en die klok en al die mensen die daar in en uit gingen. Dus op een zaterdagavond of zondagochtend, dat weet ik niet meer, mocht ik een keertje mee met onze buren. Maar het raakte mij zover dat ik de volgende week weer mee wou. En de week daarop weer. En mijn ouders hadden in eerste instantie iets van, nou ja, laat maar gaan, dat is goed. Hij zal er niet heel veel slechter van worden. Maar het buurmeisje was ik vrij dik mee en ja, we speelden samen, we lagen samen in de wieg. En we zijn als het ware gewoon samen opgegroeid als broer en zus. Het buurmeisje werd misdienaar. En ik natuurlijk ook. Maar dan heb je één probleem. Als je niet gedoopt bent, mag je niet ter communie. Dus ik heb aan mijn ouders gevraagd of ik me mocht laten dopen. En die zeiden zoiets van, nou, het is allemaal heel erg leuk en aardig met die kerk van jou, maar tot hier en niet verder. Dat dopen, dat doe je maar als je later groot bent en 18 en zo en de huis uit bent. En dat was toch een sprong te ver. Maar ja, het verlangen was daar en het bleef daar en de interesse bleef daar. En nou, heel wat aandringen en ik zal de details besparen van puberende ik. Maar mocht ik me dan toch laten dopen, ben ik op mijn 15e gedoopt. In de paasnachtviering, een geweldige ervaring. Ik hoorde er toen helemaal bij. Ondertussen was ik acolyt geworden, zeg maar een stapje hoger als misdienaar. Ik hield mee met kosteren in de Onze Lieve Vrouw Basiliek, hier een prochtje verderop. En ja, dat groeide. En dat was nog steeds een verlangen om priester te worden op de een of andere manier. Wat ik vroeger al had. Vroeger speelde ik met mijn buurmeisje al, ja, pastoortje. Maar ja, welk kind wil niet pastoor worden of brandweerman? Of nou ja, niet, dat zijn van die beroepen die zo'n aanzien hebben dat je denkt, dat wil ik. Dus dat verlangen dat was en dat bleef. En dat ging maar niet weg. En ik had toen contact met René Dinklo, dat is de provinciaal van onze Dominicane Orde. En die vertelde mij dat er een nieuwe opleving was, dat er een nieuwe groep was van jonge mannen die opstonden en weer voor dit leven kozen. Ja, en het geloof is voor mij zoiets belangrijks. Ik wil het graag doorvertellen, het verkondigen. En onze orde heet officieel de Orde der Predikheren, de Orde der Predikers. Dus het vertalende, iedereen op zijn eigen manier natuurlijk. Maar ja, 1 + 1 = 2. Het mogen verhalen, het mogen vertellen, het wonen toch in een gemeenschap, het niet alleen hoeven zijn. Vanuit die gemeenschap opereren heeft mij doen besluiten om toe te treden tot de orde. Ik woon nu in Huissen. Daar is het studentaat gevestigd van de orde. Het studentaat wil zeggen het volledig ingroeien in de orde, het volledig klaarstomen voor het volledige leven in de orde. We beginnen met een noviciaatsjaar. Dat wordt gedaan in Cambridge. Daar is een soort van centraal huis waar het noviciaat voor ons gedeelte van Europa gevestigd is. Dus ik heb mijn noviciaat gedaan met nog een Nederlandse broeder Michael. Een Zwitserse jongen, een Irakese jongen, die wel studeerde voor de Engelse provincie. En natuurlijk met wat Engelse medebroeders. Het is goed om een groepsdynamiek te hebben in dat eerste jaar. Na dat jaar doe je je eerste professie, dus je eerste zeg maar ja zeggen tegen de orde. Het volledig opgenomen worden. Daarna heb je 3 jaar in Huissen het studentaat. En ik studeer nu aan de Fontys Theologie en Pastoraal Werk in Utrecht. Mijn opleiding bestaat uit, het zijn theologielessen, we hebben gewoon colleges. Ik heb hoorcolleges en we hebben werkcolleges. En tijdens de werkcolleges wordt er ook heel veel in groepjes samengewerkt. Worden teksten besproken. Er zit een hele, binnen mijn opleiding, een hele variëteit aan mensen. Dus er zitten mensen die het gewoon uit interesse doen. Er zitten mensen die priester willen worden. Er zijn mensen zoals mij die in een orde zitten. Er zijn mensen die willen pastoraal werkster worden op allerlei verschillende plekken. Het zijn mannen en vrouwen door elkaar. Er zit zelfs een protestantse jongen op, dus er is een enorme groepsdynamica. Er wordt wel wat gebotst zo af en toe, maar dat is denk ik juist heel erg goed om die eeuwenoude teksten die we hebben, om die een plek te geven in je eigen hart, in je eigen verstand, van wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? Je kunt wel een verhaal horen van over een man die over het water loopt of
een evangelisch-kerkelijk document wat eeuwen geleden geschreven is. Maar wat betekent dat nu voor mij in deze tijd? Wat kan ik daar nu mee? En hoe kan ik dat in mijn werk overbrengen op anderen? Mijn opleiding stroomt mij klaar voor een toekomst binnen de orde. Maar het geeft aan de persoon die ik ben een diepere lading. Het is niet dat de persoon die ik ben aan de kant moet geschoven worden voor de theologie of voor het verhaal. Nee, het is wel broeder Thomas die dat verhaal vertelt. En die persoon, Thomas, die heeft ook gewoon een gewoon sociaal leven buiten het theologische en de kerk om. Ik ben een man van vlees en bloed en dat blijf ik. Ik heb behoefte aan vriendschappen. Ik heb behoefte aan een avondje weg. Ik blijf lid van een carnavalsvereniging. Ik blijf genieten van een zondagmiddag op het rugbyveld. Dat wordt niet weggenomen. Dat zou denk ik ook niet goed zijn om mijzelf weg te schuiven. Het is God die mij roept en niet een robot van een kerk of een marionet van een orde. Het is God die mij roept, mij als persoon. Ik denk dat de stap voor het leven voortkomt uit wat ik altijd onder zingeving heb verstaan. Ik vind het naar de kerk gaan, het met mijn geloof bezig zijn, het lezen erover, het vieren van het geloof, is voor mij zingeving. Het heeft aan mijn leven zin gegeven, heeft aan mijn leven een diepgang gegeven. En de keuze voor de orde, voor het leven wat ik nu kies, komt daaruit voort, is daar een vrucht van. Ik heb mijn leven zin weten te geven door mijn geloof, waar ook een hele grote passie van mij ligt. En vanuit die zin die het mijn leven geeft, wil ik die zin ook graag aan anderen meedelen, niet opleggen. Ik geloof niet in het voet tussen de deur verhaal, maar ik geloof in het getuigende door mijn leven. Hoop ik ook aan andere mensen een stukje van die zin die ik ervaar, die vreugde die ik erin ervaar, die antwoorden die ik vind, die rust die ik vind. Die hoop ik over te mogen brengen aan anderen. Ik vind het heel erg jammer dat op het moment de kerk heel erg negatief benaderd wordt. Van dat mensen puur kijken van het instituut. Er is een man in Rome die zegt dat en dan mag ik niet zus. Als ik kijk naar mijn leven, hoeveel vreugde het mij geeft. En natuurlijk zijn er dingen waarvan ik zeg van, moet dat nou zo? Maar het is zoveel meer waard om het eens te onderzoeken. God is geen boeman. God is echt. Er is een heel kitscherig liedje wat zingt, welk een vriend is onze Jezus. Het is afschuwelijk, maar het is waar. Het klinkt heel erg kleverig, maar het is echt de moeite waard om je eens te verdiepen in God. In onze eigen roots. Voordat je zoekt naar allerlei goden met slurven en zes armen. Ook mooi, maar kijk eerst eens om het erfgoed wat we zelf hebben. Het is echt de moeite waard.